Dit is Papa Alfa 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate van vandaag 8 april 2016. Dit is het bulletin van vrijdag. We hebben vandaag morsen. Ik wil altijd zeggen morris in plaats van morsen. Maar morsen, dat zal toch een vorm van dyslexie zijn hoor. Data en een SSTV plaatje in PD50. Bij 10 nieuwe metingen afgelopen maand bij antennes door inspecteurs van agentschap Telecom bleek dat de veldsterktes binnen de blootstellingslimieten bleven. Het ging daarbij om metingen ten behoeve van steekproeven op openbare plaatsen in de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland. Daarnaast werd een meting gedaan in Zuid-Holland ten behoeve van voorlichting. Bij zo'n meting door AT worden veldsterktes op alle frequenties gemeten. Het gaat bijvoorbeeld om signalen van mobiele telefoons, radio, televisie en wifi. Wat geregistreerd wordt is de hoogst gemeten veldsterkte op die plek. De meetrapporten, die uit tegen de 10 pagina's bestaan, kunnen worden ingezien en gedownload op de site van het antennebureau www.antennebureau.nl. En bureau is B-U-R-E-A-U. De nieuwe ARRL-podcast De Dokter is In is gisteren van start gegaan. De eerste aflevering gaat over verticale antennes. We hebben in de Daily Minutes de afgelopen tijd al eens aandacht besteed aan de Engelse inlichtingendienst GCHQ. Het radioprogramma Argos heeft morgen, dat wil zeggen zaterdag, een item over die Engelse afluisterdienst. Onlangs werd het bedrijf Fox IT, dat was een Nederlands bedrijf, overgenomen door de Britse NCC Group. Een bedrijf dat nauwe banden met GCHQ onderhoudt. Fox IT is binnen Nederland verantwoordelijk voor de versleuteling van telefoongesprekken van ministers en hoge ambtenaren. Argos vraagt zich in de uitzending morgen af of onze staatsgeheimen bij de Engelse buren wel in goede handen zijn. Argos is iedere zaterdagmiddag om 2 uur te beluisteren op Radio 1. Ja, tenslotte nog voor de liefhebbers van offshore radio. Het duurt nog een paar weken, maar het internetradiostation extragold.nl organiseert een Mi Amigo-dag in Hoek van Holland. Dat is op 1 mei. Thema's van deze dag zijn hoe werd Radio Amigo in de steigers gezet aan de Hoge Dorpstraat in Den Haag. En verder, hoe ontstonden de memorabele Mi Amigo jingles? En wat gebeurde er allemaal in Culemborg in 1974? Verder, hoe overleefde Mi Amigo de eerste maanden na 31 augustus 1974? En wat deed VOO, de Veronica Omroeporganisatie, in 1975 nu precies in Playa Daro? Ja, dat Playa Daro, dat behoeft enige uitleg. Mi Amigo kon na 31 augustus 1974 doorgaan met uitzenden, doordat er een lokale zender van diezelfde naam in Spanje in de lucht was. De DJ's konden zo legaal voor die lokale zender werken, zogenaamd voor de Nederlandse toeristen. En de banden van die programma's die gingen vervolgens naar het schip en werden daar uitgezonden voor de Nederlandse en de Belgische markt. Deel 19 van de historie van onze hobby. Zendamateurs hebben een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van digitale communicatie in de vorm van geautomatiseerde systemen als bijvoorbeeld packet radio. Dit begon in de jaren 80. Niet alleen ontwikkelden zendamateurs eigen varianten van professionele standaarden, maar ook nieuwe systemen die vooral interessant zijn voor de amateurs zelf, zoals PSK 31. De meest recente jaren, daar ga ik maar in vogelvlucht doorheen. Bij de gekochte amateurapparatuur speelt miniaturisering een steeds grotere rol. Apparatuur is steeds kleiner en kan steeds meer, maar is ook steeds moeilijker met dezelfde mogelijkheden als gekochte apparaten zelf te bouwen. Was je in de jaren 70 al blij als je een VFO 30G naast je TR7200G kon zetten, dan hoef je niet nog meer kristallen te kopen als er ergens een lokaal kanaal bij kwam. Al sinds een flink aantal jaren zijn er nu apparaten te koop die alle bekende modulatiesoorten kunnen maken op alle banden van 1,8 tot 440 MHz. Jammer is wel dat er tegenwoordig nog weinig apparaten meer zijn voor niches in de hobby, zoals 23 cm FM. Maar goed, op andere vlakken namen de mogelijkheden weer flink toe. Bijvoorbeeld op het gebied van digitale spraakmodus met al hun mogelijkheden. Er is veel veranderd, van 4 amateurbanden in de jaren 20 naar heel veel amateurbanden. Ik ga ze niet tellen nu, maar het zijn er echt veel. Het spotje met de stemmetjes van een paar weken geleden over meer amateurbanden zegt het al. Mocht de C-amateur in de jaren 70 nog niet komen op de toen 5 amateurbanden die we toen onder de 30 MHz hadden. Een N-amateur nu heeft de beschikking over toegang tot delen van 3 verschillende korte golfbanden. Maar goed, het is ook een heel andere tijd nu. Er wordt bijvoorbeeld heel anders gedacht over de toegang tot de ether. Ook al omdat de, zeg maar gewone burger, ook al op vele manieren licentie- en aanmeldingsvrij toegang tot die ether heeft. Al is dat ook zonder het te beseffen meestal.
Dit 19e deel was het laatste deel over de historie van onze hobby, althans voorlopig. Ik weet nog niet helemaal uit wat ik met een vervolg na deze serie ga doen. Er is nog steeds weinig nieuws. Ik zag zo pas dat zelfs de Deutschlandrundspruch en een paar andere nieuwspodcasts over onze hobby deze week flink korter waren dan anders. Ik moet dus wel haast iets nieuws beginnen. Het kan zijn dat het over een paar amateurmerken gaat, zoals ik eerder al aankondigde. Mogelijk ga ik ook nog iets doen met een eerdere serie die ik in de wekelijkse uitzendingen over antennes heb gedaan. Per week behandelde ik toen een antennetype. Antennes zijn een leuk onderwerp, omdat het onderwerp net als bij propagatie zo enorm uitgestrekt is. Leuke aan antennes is dat het een van de dingen is waar het zeker nog loont om zelf iets te maken, waarbij je zonder al te diepgravende kennis ook nog eens opmerkelijke resultaten kunt boeken. Het leukste aan iets zelf maken is aan de ene kant de bouw en de voorpret die je ervan hebt, maar laat je niet wijsmaken, het allerleukste voor nagenoeg iedereen is het vooral als het ook nog eens verdomd goed blijkt te werken. Vergeet niet om te luisteren naar de lange uitzending van de Daily Minutes vanavond op PI3 UTR om 10:30. Zit je niet binnen het bereik van die repeater, dan kun je die uitzending ook beluisteren via het internetradiostation Shorties FM op fm.shorties.nl. Dus fm.shortiees.nl. Vanavond in de uitzending een herhaling van de dagelijkse Daily Minutes van de afgelopen dagen en in het Engels de Amateur Radio Newsline. En het tweede deel van een interview met Art Bell, W6OBB, in de Rain Report. En uiteraard ook weer de Deutschlandrundspruch. Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2 NOS en 's ochtends om 10:30. Verder zijn de uitzendingen onder andere te beluisteren op youtube.com/PA0ETE. Heb jij nog een staande golf over? Waar wil je hem voor gebruiken? Nou, er is een poot van de salontafel stuk en volgens mij past de staande golf op 2 meter daar precies tussen. Daar heb je dus echt niets aan. Zodra ik de microfoon loslaat, valt die tafel gewoon om. Nou, dan pak ik wel 3 staande golven voor 70 centimeter. Dat past ook. Heb jij nog een postelastiek waarmee ik de PTT van deze LPD-porto kan vastzetten? Ja, die heb ik nog wel. Als dat maar goed gaat met die 10 milliwattjes. You bought another stupid ham radio. How much was it? Let's just say I cashed my paycheck at ham radio outlet this month. You know I've been borrowing money from my mom, my sister, and my boss just to keep from losing our house and for food and diapers for the baby. What were you thinking, you inconsiderate jerk? All the other guys on the 80-meter morning net and the 40-meter noontime net are always talking about the new gear they bought. Today, I went to ham radio outlet on my lunch break to pick up some PL2-59 connectors and saw that Kenwood I have been looking at in the catalog was on sale. Now, I have an HF rig big enough to drive my amp to full legal limit.